Mijn favoriete boek op dit moment is The Brain's Representational Power van Cyril Pennards. Het gaat over perceptie en bewustzijn. Het is mijn favoriete boek omdat ik het echt gewoon heel erg interessant vind. En het is ook geschreven door een professor aan de UvA die ik laatst nog heb gezien. Dus dat is gewoon leuk om echt in contact te komen met je schrijver die je echt tof vindt. Verder hebben ze een beetje computationele modellen en verder ook heel biologisch gekeken naar de stukjes in het brein. En dat spreekt me gewoon heel erg aan. En op een gegeven moment begin je ook gewoon zelf dingen te merken in je eigen gedrag. En dat vind ik gewoon heel leuk. Ja, het is natuurlijk geen roman of zo. Maar ja, ik doe het gewoon puur omdat ik het interessant vind. En daarom is het mijn favoriete boek.